Het is net of ik een nulpuntkop heb zo. Hè? Ja. Je staat nou voor de gewone spiegel, hè, Benno? Ik ben zoals ik ben. En ik moet kansen. Ik ben zoals ik ben. Als je eigen zaak hebt, dan moet je ook een beetje mensenkennis hebben. Ik trek me van niemand. Stoppen! Zij stoppen! Laat mij maar gaan. Dat maakt mij een bijzonder mens. Ik hoef niet te gillen, hè? Ik heb een microfoontje. Het waait nogal, hè? Ja, nogal. Hé, hey, wat gaan we doen, Menno? Ja, we zouden naar de pont gaan. Dat heb jij geregeld, maar ik ben benieuwd. Je bent nooit in de pont geweest, hè? Nog nooit in de pont geweest, dus ik ben zeer benieuwd. Heb je gezien daar? Ja, dat is wel mooi. Beetje... Dat noemen ze ook een kus, ik noem het de spiegel. Spiegel? Ja. Dus, maar wel mooi, toch? Ja, weet je wie dat gemaakt heeft? Ja, ik niet. Ik zou het niet weten. Dus... Ja. We gaan naar binnen, man. Oké. Okay. Goedemiddag. We zijn voor de reality soap van Benno van Omroep Tilburg. Ja? Dankjewel. Er zitten heel veel die wij ook hebben. Het zal een melding, maar ik zie hier echt het nut niet verdienen. Waarom zie jij hier het nut niet verdienen? Een blok die schommelt. De klokken staan erin. Alleen die middelste klok staat stil. Ik kan hier geschilderd hebben, ja. Moet kijken hoe mooi. Dit is pas kunst. Hè? Ik heb weinig mensen gezien die zo hard door een museum lopen, Ben. Ja, het zijn toch gewoon schilderijen? Volgens mij zijn het foto's. Ja, ja. Leuk om een keer te zien, maar... Maar is dit wat jij zou verstaan onder kunst? Nou, ik zou het er niet onder verstaan, maar... Degene die het ontworpen heeft, moet toch wel een kunstenaar zijn? Denk. Mooi. Oh, ik zie daar wel iets van, wat ik wel leuk vind. Nou, dit is toch geweldig mooi. Als ze zoiets nou op de rotonde hadden gezet, dan... Wat doet dit dan met jou? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het gewoon mooi. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het sporters zijn, maar ik vind het wel heel mooi. Een heel groot vloerkleed. Ja, en wat moet ik hiervan vinden? Leuk. Kijk eens omhoog. Ja. Dat zijn allemaal die bloemetjes, hè? Ja. Oh, maar daar word ik echt niet goed van. En, zie je jezelf? Ja, knappe vent, hè? Ja. Nee, ik vind het heel mooi op het afstandje. Wel een hele dikke kont. Ja. Die moet je ook rust zien. Jongen. Wat was eigenlijk jouw voorstelling van de pont voordat je hier naartoe ging? Ik wist niet wat ik moest verwachten, want ik ben hier nog nooit geweest. Hè? Dus ja. Maar het zijn wel allemaal aparte dingen. Ik had meer gedacht dat het allemaal weefgetouw waren. En dat is het textielmuseum. Textielmuseum, ja. Maar ik dacht dat de pont ook mee te doen was. Ik vind de parkeien neerleggen. Ik denk dat iedereen dit kan. Hey, als we het nou eens zo doen dat we ieder erbij halen van de pont. Ja, die kan dat je maar, misschien wel uitleggen. Ja, want ik snap dat dit geen kunst is. Ik denk dat iedereen dat kan. Dit. Ik denk als ik vier latjes vat en ik gooi het voor een beetje grind, dan heb ik het ook. Hey, hier zie je dat. Hier zie je dat. Hi Benno. Hi. Ik zag jou hier al rondlopen. Ja, ik denk ik zal eens een keer gaan kijken wat het is, maar ik zie hier echt
Hoe mooi je kunst, dat kan ik ook. Ja. Zullen we dan even samen bij het begin beginnen? Dat is goed. Dan neem ik jou heel eventjes mee terug naar de ingang. Ik ga mee, ik ben benieuwd. Ja, ja. Waar ik jou net vandaan plukte, dat was bij die lijn van kolen. En dit is de kunstenaar die toenertijd ook al een kunstwerk heeft gemaakt, maar dan met ander soort stenen. Ja, ja. Dat is Richard Long. Maar ik denk dat ik dat ook kan. Denk die je stenen, dat je dat ook kan? Die stenen neerleggen, denk ik. Soms lijken kunstwerken, zoals je al zegt, van ja, gewoon een paar latten, wat stenen of kolen. Dan lijkt het heel makkelijk, maar dat is het dan toch eigenlijk niet. En dat is vaak wat de kunstenaar vaak met jou wil doen. Die wil eigenlijk jou iets laten zien wat misschien wel heel gewoon lijkt of heel alledaags. Ja. Maar toch zit daar een boodschap achter. Als je heel goed kijkt, dan zie je toch iets anders. Ja, ja. Dit is de Engel van Tilburg van Rob Bierza. Misschien kun jij mij vertellen wat jij hier ziet? Ik zie gewoon een steen waar iets uit gebouwd. Zie je een steen? Ik denk dat het als vleugel moet dienen. Ja, zijn het vleugels? Denk ik. Ik weet het niet. Ik zie het niet als vleugel, maar... Waarom zie jij het niet als een vleugel? Wat zie jij dan? Want ik vind het juist heel leuk om te weten wat jij erin ziet. Ja. Ja. Ik denk dat ze stenen dragen. De stenen dragen. Ja, 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 precies. Maar als je nou eens goed kijkt naar het materiaal, denk je dan dat het inderdaad echt zo zwaar is? Je mag voor mij wel dichterbij kijken. Ik ben er nou toch bij. Wat denk je? Ja, misschien is het wel plastic. Misschien is het plastic. Zal ik het verklappen? Ja. Het is purschuim. Oh. In de kunstwereld zou je denken van ja, maar je kunt toch niet zomaar purschuim gebruiken? Of dat moet dan toch marmer zijn of in ieder geval een edelsteensoort. Hij doet lekker waar hij zin in heeft en hij denkt, ik ga juist spelen met die tegenstellingen. Dus religie, maar eigenlijk geen religie, want dit is geen kerk. Een engel inderdaad, die ook verwijst naar die religie. Oh, mooi. Het verhaal is duidelijk. Ja, hè? Dus... Kijk je er nou dan anders naar? Ja, ik kijk er wel anders naar, maar... Ja, hè? Ja. Toch doet het wel iets als je het verhaal erachter weet, hè? Toch? Ja, een beetje wel. Een beetje wel, maar... een beetje wel. Maar als ik het zo tegen zou komen, ja? Dan zou ik er 4 keer langs lopen. Dit kunstwerk is de Klokshop, is de klokkenwinkel van Job Koelewijn. En Job die speelt eigenlijk met het woord klok, maar ook met het begrip klok. Het is een rare tijd, hoor je mensen nu tegenwoordig heel veel zeggen. En Job heeft eigenlijk de tijd als onderwerp genomen om hier in dit werk te verwerken niet alleen dat je in de klokshop dus klokken ziet die te koop zouden kunnen zijn, maar dat eigenlijk de hele klok zelf of de klokshop zelf klok kan zijn. Een soort klepel is eigenlijk, die ook met de tijd heen en weer gaat. Benno, weet je hoe laat het is? 2:15. Merci. Dan wil ik toch wel eens vragen aan jou wat jij hier ziet. Wat ik hier zie? Ja. Een rond tegeltje. Een ronde tegel. Ja, weet je het zeker? Tegel. Kijk, ja, ik denk eens even wel. Goed. Het zou geen gat zijn. Niet? Zeker weet van niet? Anish Kapoor is een kunstenaar uit Engeland. En hij doet ook heel veel met beelden. Hij maakt ook hele grote beelden. Maar hij maakte dus ook dit beeld. Maar dit is een gat. Maar een gat is eigenlijk geen beeld. Nee. Een gat is eigenlijk niks. Een gat is een gat. Een gat is een gat. Ja. Maar toch is het gat ook een beeld. Want we kijken er nu naar. Maar ik denk dat gewoon... Weet je nou hoe het komt dat jij... Ja, precies. Weet je nou hoe je denkt, waarom je denkt van... Nee, dat kan niet, dat is bedrog. Dat heeft te maken met dat dat gat bedekt is met het allerdonkerste blauwe pigment wat er bestaat. Ja. Er is niks donkerder blauw dan dat donkerblauw. En omdat wij waarnemen in licht en donker... wordt al dat licht natuurlijk geabsorbeerd door al het donkere blauw. Mm. Waardoor jouw ogen denken, ja. Dat is gewoon, dat is plat. Dat is, dat zit, je kunt geen diepte meer zien. Ik zie er geen gat in. Ik zag jou hier ook naar de autootjes kijken. Ja, die vind ik wel heel leuk, want dat zijn allemaal kunstenaars, die auto's ontwikkelen. Ja. Als je er eentje uit zou mogen kiezen, dan zou je die meenemen. Ja. En waarom dan? Ja, een model. Een model. Het model spreekt me wel aan. Ja? Ik denk dat je goed mee kunt crossen.
Maar je hebt inderdaad ook kunstenaars die dit soort beelden maken. Dit zijn gewoon foto's. Kijk, onder kunstverstoring, een Rembrandt, een ding is deze kunst. Ja. Die hebben het getekend. Maar dit vind ik ook leuk. Ja. Ik weet wel, die weet dat wel, ja, we moeten mannen voorstellen, maar... Ja. Dit zijn de grote geister van Thomas Schutte. Die heeft dus inderdaad deze mensbeelden gemaakt. En het lijkt net alsof ze een soort van bewegen. Ze zijn van aluminium gemaakt en ze zijn gegoten. Dus hij heeft de beelden gegoten. En eigenlijk kun je ook wel zien hier aan die uitstulpsels... Ja. Dat het eigenlijk bijna zo van bovenaf naar beneden zo overgoten is. En dat er hier een soort van druppels, zeg maar, bijna... Ah, het is wel apart. Dit vind ik wel apart. Dit vind ik wel leuk. Ja, het is kunst. Ik zou er niet op komen. Nee. Dit is een werk van Michel François. En ik weet niet of jij al naar het tapijt had gekeken. Ja, daar heb ik naar gekeken, maar ik denk dat de plattegrond van de dingen is. Ik weet het niet. Als ik nou verklap aan jou dat het een plattegrond is... Van Tilburg. En dat ik dan hier naar binnen loop. Ja, daar denk je zien. En dan kan ik hier mijn koffer neerleggen. De koffer? Ja. Hier. En hier kan ik een plasje plegen. En even douchen. Zo had Kom ik. Je ook eventjes in mijn... even de deur gebruiken. Oh. Maar ik dacht, je mag er niet overheen lopen, hè? Ga maar even in het bed liggen, zou ik zeggen. Hè? Ik ga wel liggen. Ja. Maar het is wel een persoonsbed, hè? Het is wel een andere film, hè? In bed met Benno. We kunnen niet allemaal liggen. Nee, daar ga ik. Dat is een andere film, In bed met Benno. Nou, ik lig op het bed. Ja, dat is toch gek, hè? Ja. En dit is een plattegrond van een gevangeniscel. Van een gevangeniscel? Ja. Ja, daarom weet ik het niet. Ik ben nooit in de cel geweest. Nee, daar hoop ik, ook dat hij jou bespaard blijft. Nee, dat hoop ik ook. Als je nou in de gevangenis zou zitten en je zou naar buiten kijken, wat is dan eigenlijk het belangrijkste wat je zou willen? Naar buiten gaan, Nou, vrijheid, toch? Ja, ja. Nou, en die referentie maakt hij eigenlijk hier zo, met die paardenbloemen. Ja. Maar ik vroeg bij daar, als je ze doet verzamelen, dat je die bloemetjes allemaal mooi houdt. Ja. Mooi houdt. Ja. Ja, dat is het geheim, hè? Dat is het geheim van de kunstenaar. Dat ga ik jou niet verklappen, nee. Natuurlijk. Nou, dan neem ik jou mee hier naartoe. O ja, hier worden we weer een beetje dol, hè? Ja, ik zag jou inderdaad net al een beetje duizelen. In het. Ja, dat is als je hier... ik denk als je het in GGZ zou zetten, dat de mensen die hier genezen zijn. Wat vind je ervan? Ja, ik denk als je dit op de rotonde zit zetten, hè, want dat er heel veel ongelukken gebeuren. Ja, dat gaat niet goed, denk ik. Dus ik denk ook dat er daarom ook een reden is dat hij niet op die rotonde staat, omdat hij lekker hier in het museum staat. Ja. Ja, toch? Ja. Oh, wij zijn er hier. Hier hebben wij het. Zo vallen mijn schoenen wel heel erg op. Ik doe alles op de vlot. Hele grote voet. Ja, ik heb ook grote voet. En jij zegt het geen nachtspiegel is. Maar het maakt je wel het lachen. Ja, maar dat is toch ook goed? Ja. Nee. Ik heb liever dat kunst is dat je opvrolijkt dan... Ja, dat is sowieso. Dan dat je er verdrietig van bent. Dat is sowieso. Dus het doet sowieso iets. En ik vind, dat maakt dan niet uit met kunst, hè? Of het je nou laat lachen, of dat het je ontroert, of dat het... Ja, moet het altijd even kunnen lachen, zeg ik altijd. Of als je... Maar ja, goed kunst kan ook zijn dat je denkt van... dat vind ik echt helemaal niet mooi, of dat vind ik... Maar dan zeg ik het ook, hè? Ja, maar dat mag ook. Maar dat is juist zo leuk van kunst. Nou, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor deze rondleiding. Dank je. Ik heb er veel van opgestoken. Ik heb in ieder geval geleerd... Hoe dat ik anders naar kunst moet kijken, dat ik niet alles zelf kan. En goed uitgelegd. Dus ik zou zeggen bedankt. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat ik je nog een keer mag verwelkomen hier in het museum. Dat zal zeker wel een keer gebeuren. Nou, vervucht, dan wil ik toch wel even iets kwijt. Want toen we hier kwamen, dan loopt hier langs. Oh, deze vind ik helemaal niks. Deze vind ik helemaal niks. Dat is een grote bout. Oh, dat kan ik ook. En nou is het van, als Ida vertelt hoe dat zit, dan is het in één keer wel mooi. Ja, niet slimmer als jij. Dus daar kan ik iets van aannemen, hè. Dus dat doe ik dan maar. Maar we hebben het niet over die, want dit vind ik, jij kunt toch ook zo'n foto maken? Kijk, ik vind als kunst, vind ik iets wat je bij de handen moet doen. En zelf moet maken, maar een foto maken, ja, vind ik geen kunst. Dat is mijn mening. Dus. Een bijzonder mens.
Hadden we?